Hier volgen enkele mededelingen betreffende coronavirus op Curaçao. Dames en heren, goedemiddag. Ik ben er weer. Laten we eerst beginnen met de dagelijkse getallen. Er zijn in totaal 315 mensen getest op Curaçao. U weet, u heeft al een ruim aantal dagen, misschien bijna al een halve week, gehoord dat er twee zogeheten inconclusive zijn. Daar hebben we in samenspraak met het laboratorium, is daar nu het hoge woord eruit en we beschouwen beide van deze toch als positief zijnde. De ironie daarvan is een van die positieve, die is inmiddels negatief geworden, dus die is ook alweer genezen. Maar we moeten met een terugwerkende kracht denken dat die uiteindelijk wel positief was. Die was ook geïsoleerd, zoals ze doen gebruikelijk met positieve gevallen. Al was ze inconclusive, hebben we precies hetzelfde gedaan, dus was geïsoleerd. Het gaat daarbij om iemand die contact was van iemand die al eerder positief was. Die andere inconclusive, die beschouwen we ook als positief nu. Daar was geen contact, er is eigenlijk geen epidemiologische link, dus daarvan nemen we uit dat het wel om lokale transmissie gaat, maar ook bij dat geval hebben wij gehandeld alsof zijnde een positief geval. Dat wil zeggen dat ze vanaf dat moment dat we met haar in contact kwamen, dat ze klachten had en dat wij haar zijn gaan testen, dan is dat ook dan is dat behandeld alsof het iemand is die positief heeft getest. Dus in al die tijd dat we hebben geroepen inconclusive, voor beide casussen geldt dat zij behandeld zijn geweest steeds als zijnde positieve geteste mensen voor COVID, wat zij dus nu uiteindelijk ook blijken te zijn. Met andere woorden, het is niet zo dat zij vrij hebben rondgelopen, het is niet zo dat er mogelijkheid bestaat dat er contacten daarvan zijn gekomen. Daar is ze voor gewaakt, daar is op toegezien, dus voor so far so good. Het laatste geval hebben we ook voor de zekerheid toevallig gisteren laten opnemen vanwege klachten, dat we dachten dat het beter is om die in ieder geval in het ziekenhuis verder te bekijken en te bewaken. Verder zijn er 15 mensen die wij nog onder contact onderzoek doen, dus dat zijn mensen die actief gemonitord worden. En het totaal aantal mensen die wij in reisgerelateerde quarantaine hebben, is opgelopen tot 110. Nou, hoe zit dat dan, die 110? Want er zijn een aantal mensen die vanwege een beroep, bijvoorbeeld als ze om urgente redenen toch toestemming hebben gekregen in Curaçao komen, dat is mondjesmaat, dat is druppels geweest dat mensen binnenkomen. Gisteren is er een hele grote groep binnengekomen, dat zijn de mensen die uit Amerika kwamen. Die zijn juist gekomen om met de bedoeling om als extra menskracht, als healthcare professionals, ook de nieuwe beademingsapparatuur te bedienen, mocht dat nodig zijn. Dus mochten wij toch nog in de clinch komen, of in de problemen komen met onze capaciteit voor gezondheid, dan is er voor gemaakt, met behulp van Nederland, zijn er extra beademingsapparatuur komen, zijn er dus ook nu extra personeel komen om daarmee om te kunnen gaan. Ik moet u echter melden, er is iets vervelends opgetreden in die periode, of gisteren. Wat blijkt nou, dat tegen de afspraken in. Afspraak was wel dat mensen getest zouden worden, maar u heeft van mij wel vaker gehoord, zelfs al test je negatief, dan wil dat niet zeggen dat alles oké is. Je kunt wel besmet zijn geweest met het virus en dat je dat op dat moment niet positief test, omdat misschien je in het begin van de ziekte bent, misschien heb je te laag viral load. Dan testen we je niet als je geen symptomen hebt, maar gaandeweg, als je verder gaat kijken, dan kan je best wel eens positief zijn. Dus daarom heeft het niet zoveel zin om mensen te testen als ze geen symptomen hebben. Nou, en daarom, want ik werd erover gevraagd een paar dagen geleden, waarom doen we mensen toch in quarantaine als we ze al laten testen? Nou, dit is de reden. Dus als jij je test en je test negatief, dan wil dat nog niet zeggen dat je niet geïnfecteerd bent. En omdat wij juist in de situatie zitten dat we van die lockdown afgaan, mondjesmaat, stap voor stap, zoals ik vaker heb uitgelegd, van waarom je dat moet doen. Want je kunt die risico niet meteen lopen en je wil nog steeds waken dat het niet, de pan uitreist met een aantal nieuwe geïnfecteerde mensen. Dus je moet stapsgewijs werken en je moet zorgen dat je die gezondheidscapaciteit hebt vergroot, vermeerderd, zodat je dat aan kunt. Nou, dat is juist die beweging van die Amerikaanse groep die komt. Daarom stapgewijs. Daarom zorgen dat zij er zijn. Zorgen dat wij inderdaad door kunnen gaan met de teugels een beetje te laten vieren.
Maar wat we niet willen, is dat je dus zeker niet in deze fase nieuwe infecties mogelijk introduceert in het land. Dat is er nog gisteren gebeurd. Daartoe zijn afspraken gemaakt met de Amerikaanse uitzendbureau. Dat mensen eerst getest zouden worden, maar dan nog dat ze in quarantaine zouden gaan. En dan blijkt achteraf, nadat dat mensen zijn binnengekomen, nadat ze naar hun verblijfplaats zijn gebracht en dat ze in de quarantaineplek werden gebracht, blijkt toen pas dat er iemand is die verzwegen heeft, kennelijk, dat die al positief was op 3 april. En gisteren bij aan boord gaan nog een keer werd getest. Ik heb begrepen, er is niet gewacht op die testuitslag. Later bleek dat die test nog steeds positief was. Dus we hebben iemand die binnen is gekomen, tegen de afspraken in, positief getest, toch laten meekomen en pas verteld nadat ze opgevangen was en nadat die in een van de hotels waren waar ze onder quarantaine gaat, toen pas is het verteld. Dat is heel vervelend. Dat is foute boel. Dat is niet zoals het hoort. Dus daar moeten we naar aan kijken van wat voor corrigerende maatregelen we daar moeten optreden. En in ieder geval is het zo dat de betreffende persoon in isolatie gaat. Omdat we het daar toch als positief beschouwen. Laat me dat proberen te nuanceren wat de risico's zijn. De risico's zijn waarschijnlijk laag. Waarschijnlijk wat er gebeurd is, is dat ze inderdaad wel ziek was. Want die PCR-test, het is de test dat wij doen om te kijken of de virus er is, die kan nog heel erg lang positief blijven bij sommige mensen. Zonder dat dat betekent dat je infectieus bent. Het is hoogstwaarschijnlijk dat dat is wat er aan de hand is nu. Echter, het is ook mogelijk dat iemand met heel weinig symptomen positief is getest, daarna is genezen. Maar we weten ook van als jij niet al te veel symptomen hebt, dat je ook niet echt heel veel immuniteit opbouwt. Dus er bestaat een kleine kans dat deze persoon misschien opnieuw geïnfecteerd is geweest. Dat weten we niet. En dat is eigenlijk niet zo goed te zeggen. De waarschijnlijkheid is klein. Waarschijnlijk is het gewoon een PCR-test die lang positief blijft. Maar je moet het zeker voor het onzeker nemen. Hoe het ook zij, dat betekent dus dat we deze persoon als zijnde positief moeten beschouwen. Al positief komen we vanuit de Verenigde Staten. Deze persoon wordt geïsoleerd gehouden. Die mag er beslist niet uit, ook niet buiten de kamers, et cetera. Want je wilt ook niet dat die andere mensen gaat besmetten. Ook andere mensen die later in het ziekenhuis zorg zullen moeten geven. Dus, en we zijn ons daarop al beraden over andere maatregelen, maar in ieder geval is het zo dat we moeten indammen en zorgen ervoor dat de betreffende persoon niet in aanraking komt met anderen, omdat er in dit onbedoeld en onwetend voor ons is er iemand die positief getest is meegekomen met de rest van de groep. Voor ons moet dat ook een les zijn. Moet een lering zijn, ook voor onszelf. Dit is de reden waarom wij roepen die strenge maatregelen. Toch quarantaine. Zelfs al gaat het goed. Blijf doorgaan hiermee. Ga maar stap voor voet terug. Als je er ooit aan denkt om de grenzen open te zetten, 14 dagen lang verplicht in quarantaine. Als mensen toch, omdat er uitzonderingen zijn, op Curaçao komen, 14 dagen in quarantaine. Ik ben vaak genoeg verteld, ja, waarom zo streng wordt, staat het nog op, et cetera, gaat toch goed. Er hoeft maar één te komen. Die we laten doorglippen, die andere mensen infecteren en het gaat niet meer goed. Dan zijn we weer terug in diezelfde curve die we hebben geprobeerd te vermijden al die tijd. Dit is exact de reden waarom je die regels in plaats hebt. En het is maar goed ook dat we die regels in plaats hebben gehad, want anders was diezelfde persoon waarvan ook gevraagd werd, ook van de zijde van de Amerikanen, ja, maar we testen ze, dus ze hoeven helemaal niet in quarantaine en wij hebben toch geroepen, jawel, wij houden het vast bij een negatieve test, zegt ons niks. Achteraf zeg ik u weer, met dit geval, het is maar goed ook dat wij die regels hebben ingesteld. Het is maar goed ook dat die er zijn. En laat het ook voor onszelf weer een wake-up call zijn, een reminder. Dat we inderdaad moeten uitkijken wat wij doen en zorgen dat we de maatregelen in place hebben. Willen wij inderdaad die teugels laten vieren. Ik wens u allemaal een goed weekend. Tot maandag.